Hallo lieve mensen, ik heb vandaag na lange tijd weer eens een avondroutine voor jullie gefilmd. Ik laat jullie in deze video zien wat ik allemaal doe zodra ik thuis kom van een lange dag weg te zijn geweest. En ik wens jullie als altijd weer heel erg veel kijkplezier. Het eerste wat ik doe als ik thuis kom is Kenzo knuffelen en met Nissa spelen. En Kenzo is nog een beetje ziekjes hier, maar gelukkig knapt hij inmiddels alweer wat op. Als ik klaar ben met de katten, dan ga ik meestal direct naar de keuken om eten klaar te maken voor Dwayne en voor mij. En ik maakte dit keer simpele kip klaar met spinazie. En het was echt super snel klaar en ook heel erg lekker. En natuurlijk eten we met dit mooie tropische weertje 's avonds gewoon nog in de tuin, waar ik meestal ook nog even blijf hangen. Na het eten wil ik het liefst meteen in bed ploffen, maar dit keer ging ik eerst nog even in bad om lekker te ontspannen. En in bad deed ik badschuim van Miu Miu, mijn favoriet op dit moment. En ik doe altijd echt super veel zeep in bad, zodat ik lekker veel schuim heb. Wanneer het bad aan het vollopen is, dan doe ik intussen mijn haar nog even in een hoge knot. En ik reinig mijn gezicht. En deze dag had ik niet veel make-up op vanwege de hitte. Maar zelfs als ik geen make-up heb gedragen, dan reinig ik mijn gezicht nog altijd even goed. En ik gebruikte ook een face wash en een exfoliërende borstel om vervolgens ook een masker aan te kunnen brengen op mijn schone huidje. Omdat mijn huid best onrustig was, gebruikte ik een klein masker van L'Oréal op mijn gezicht. En ik breng 1 tot 2 keer per week een masker aan, zodat mijn huid weer even een boost krijgt. Ik houd het meestal maar een kwartier tot 20 minuten uit in bad. En als ik er weer uitkom, dan is het natuurlijk tijd voor mijn serum en mijn nachtcremes. En ik gebruik momenteel het Estée Lauder Advanced Night Repair Serum. En deze die maakt mijn huid echt babybilletjes zacht. En daarbij gebruik ik ook een oogcreme van Darphin en een normale hydraterende crème voor het gezicht van Clinique. Ik sluit mijn huidverzorging natuurlijk af met een body lotion. En deze die ruikt echt heerlijk naar kokos. Ook poets ik nog mijn tanden en dan ben ik alweer klaar om lekker in mijn bed te ploffen na deze lange dag.
Wanneer ik in bed lig, dan ga ik meestal nog even series kijken met Dwayne op de laptop. Of ik beantwoord wat mails. En hier zie je ook dat ik de Fashionista aan het lezen was waar ik insta deze maand. Echt superleuk om mezelf terug te zien op 2 pagina's. En als ik daar klaar mee ben, dan gaan we meestal meteen slapen. Want de volgende dag gaat de wekker gewoon weer vroeg af. En hopelijk vonden jullie het leuk om te zien wat ik 's avonds allemaal doe. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!